Hoe laat zou ze hier zijn? 8:30. Nu dus. Het is tijd. Hoogendorp. Ik denk dat wij nog eens moeten praten. Je komt bijzonder ongelegen, jongen. Wel een andere keer graag. Nee, nu! Om je te arresteren. Je denkt toch niet dat je ongestraft kunt worden? Hij schoot. Dat weet ik. Ik weet dat hij er belang bij had om zijn vader te vermoorden. Eigenlijk moest ik jou maar meteen neerknallen. Wel, serpent. Eerst laat je me voor de dood van Suzanne omdraaien. Dan chanteer je me. Dan moet ik mijn eigen vader doodschieten. En dan verraad je me. Nu ik toch bezig ben. Ik zou er maar mee ophouden. Anders beland je voor de rest van je leven in de gevangenis. Zeg eens eerlijk, Frits. Diep in je hart ben je blij. Je haatte je vader. Ik haatte hem nog meer. Hij heeft ervoor gezorgd dat mijn vader zelfmoord heeft gepleegd. Herman Hogedoorn had geen hart. En jij ook niet. Ik was een jong studentje. Ik wist van niks. Je was erbij betrokken. Je was ervan op de hoogte. Ik kon toen nog niet tegen mijn vader op. Je hebt het niet eens geprobeerd. Jouw lafheid heeft ervoor gezorgd dat mijn vader zich door zijn hoofd heeft geschoten. En het heeft lang geduurd. Maar nu heb ik jullie allebei. Schiet maar. Je durft het toch niet. 3 doden, 3 moorden. Dat is te gek, Frits. 3 moorden is eigenlijk te veel. 2 moorden eigenlijk ook. 1 moord. Ach, laten we die onzin eigenlijk maar vergeten. Weet je dat dan niet? Wat zijn dit voor spelletjes? Dat soort spelletjes waar jij altijd zo goed in bent, Martine. Een koekje van een eigen deeg, zo gezegd. Mijn spel is uit. Jammer, hè? Je had het zo goed voor elkaar. Suzanne uit de weg geruimd, ik uit de weg geruimd. Frits, levenslang achter de tralies. We willen allemaal wel eens een keer rijk worden, Martine. Daar hoeven we niet onmiddellijk voor beginnen te schieten. Het spel is uit. Je hebt me schromelijk onderschat. Dat is verdomd stom van je. Volgende keer beter. Er is geen volgende keer. De politie kan ieder ogenblik hier zijn, zei ze dat niet? Ze kunnen me niks maken. Er is helemaal geen moord gepleegd. Wat zou je zeggen van chantage? We hebben getuigen genoeg, nietwaar? Je hebt je hand overspeeld, Martine. Zo komen jullie niet van me af. Ik krijg jullie nog wel. Is dat een bedreiging? Wil je me tegenhouden? Schiet dan! Schiet dan! Zo, nou gauw even een schoon overhemd aan voordat de politie hier is. En wat moeten we nou tegen ze zeggen? Nou, vals alarm. Ik heb zoveel vijanden, daar komt er meer voor. Ach, Suzanne, wil jij eventjes een lekkere borrel inschenken? Ik vind dat we erop moeten drinken. Ja, doe er ook maar even voor mij. Ja, we hebben het uitstekend gespeeld met z'n allen, dankjewel. Hé, hey. Wat kom jij hier eigenlijk doen?